Goedemiddag allemaal. Fijn dat u er bent. En laten we beginnen en laten we er een mooie middag van maken. Ik kom aan bij punt 2 van de agenda, vaststellen van de agenda. Is iemand nog iets toe te voegen dan wel een opmerking te maken? Kan het u goedkeuring verdragen? Dan hebben we bij deze vastgesteld. We hebben niemand voor de spreekrecht, tenminste ook niet als nu niemand zich meer meldt. Dan kunnen we door naar het meningsvormend deel van de agenda. En dat is de regionale samenwerking voor de jeugdzorg. En goed om van tevoren even te melden dat de heer Jannes Jansen ziek is. Wethouder Jansen is ziek en hij zal waargenomen worden door wethouder De Vent. Wie mag ik het woord geven? Dan ga ik beginnen bij de Partij van de Arbeid. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie is tevreden met het feit dat in de regio IJsseland het voornaamste doel van de BVO, namelijk de zorgcontinuïteit voor onze inwoners, in het eerste jaar van de transitie is behaald. De Raad wordt nu gevraagd om in te stemmen met de start van het inkoopproces van de BVO om de continuïteit van zorg voor onze inwoners in 2017 te garanderen. Ondanks het ontbreken van inkoopkaders en formele besluitvorming over verdere regionale samenwerking de komende jaren. Wij vragen ons wel af wat de consequenties zijn voor de inwoners van Hardenberg als één of meerdere van de 11 gemeenten niet instemt met het voorliggende voorstel voor te starten met de gezamenlijke inkoop van de regionale zorg voor 2017. Onze fractie vindt dat je lokaal moet regelen wat lokaal kan en regionaal alleen wat noodzakelijk is of als dat beter is. In afwachting van de uitkomsten van het ingezette visietraject met de stakeholders kan onze raad pas in het derde kwartaal van dit jaar een integrale afweging maken over lokale en regionale taken en bevoegdheden, transitiedoelen en verdeling van de lokale en regionale budgetten voor de jeugdhulp. Het ontbreekt ons op dit moment aan relevante gegevens en informatie. Maar wat we wel weten uit het evaluatieverslag is dat het huidige inkoopbeleid onbedoelde en ongewenste gevolgen heeft. De richtlijnen van de BVO laten innovatieve maatwerkoplossingen die passen bij de transformatiedoelen niet toe. Bovendien blijkt dat vernieuwende activiteiten niet passen bij de bestaande oude financieringsafspraken met zorgaanbieders. De regels staan de broodnodige vernieuwing dus in de weg. De inkoopafspraken die nu gemaakt worden, kunnen de medewerkers van onze samendoenteams beperken en lopen niet parallel met de ontwikkelingen in Hardenberg rond het sociaal contracteren. Wanneer we zouden instemmen met dit raadsvoorstel, houden we deze situatie nog zeker een jaar in stand. Daarom willen we graag antwoord op de volgende vragen. Welke mogelijkheden hebben we in Hardenberg om de financiering van juist de vernieuwende activiteiten en maatwerkoplossingen wel te realiseren in 2017, ondanks de beperkingen van het inkoopproces van de BVO? Zijn die er überhaupt? En kunnen we belemmeringen voor lokale innovatieve oplossingen die niet door de BVO zijn ingekocht zelf bekostigen of hierover afspraken maken met andere gemeenten en de BVO? Tot slot horen we graag van de portefeuillehouder hoe de stand van zaken is rond het bezwaar van de 11 gemeenten die zij hebben ingediend over de landelijke uitnames van het zorgbudget voor de regio IJsseland. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de VVD, de heer Reiling. Ja, dank u wel. Ik wil me eigenlijk aansluiten bij de eerste vraag van de schone mevrouw Kloekhorst. Er staat namelijk in het stuk dat aanbieders geven aan dat vernieuwende activiteiten niet passen binnen de financieringsafspraken. Dit heeft een remmend effect op de transformatie. En dat is eigenlijk bijna dezelfde vraag die mevrouw Kloekhorst stelt. Volgens mij moet je juist als je wilt transformeren niet extra geld geven. Maar goed, daar graag een reactie op van de wethouder. Dan uit het accountantsverslag, en daar hoef ik verder niet uit te citeren, want dat kennen we denk ik ondertussen allemaal goed genoeg, is dat ze de zorgaanbieders met name te laat zijn met het verstrekken van informatie. Ja, als je nu dan gaat inkopen, en dat kan het niet anders dan voor 2017, die angst die leeft al bij mij, dat het niet anders kan dan voor 2017, dan zou ik toch wel echt aan de voorkant dichtgetimmerd willen hebben dat zij ervoor zorgen dat die informatie er met de jaarrekening 2016 op 8 januari ligt of zoiets. Noem maar een zijstraat. En verder heb ik nog over de wachtlijsten, want dat is ook iets waar constant mee
geschermd wordt door de zorgaanbieders. In de Tweede Kamer is op 21 juni een motie aangenomen waarin de jeugdinstellingen verplicht worden te melden aan de ouders en gemeentes dat ze een wachtlijst hebben en moeten bemiddelen naar een andere zorgaanbieder als de wachtlijst langer is dan de treknorm aangeeft. Ik neem aan dat dit ook een punt van onderhandeling wordt bij het inkopen van voor de contracten. Dat waren mijn vragen. Dank u wel, heer Reiling. Dan ga ik naar de fractie van D66. Mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. Ook D66 sluit zich aan bij de vragen die er al gesteld zijn. Met name de wachtlijstproblematiek. Waar ik ook wel een beetje van schrok tijdens de presentatie, is dat daar toch heel weinig inzicht in is, ook binnen de organisatie. Op welke specifieke onderdelen, hoe lang de wachtlijsten zijn, hoe lang mensen moeten wachten, kinderen moeten wachten, tot ze daadwerkelijk geholpen worden. Sturen op de voorkant helpt het verergeren van problemen. En wij willen dus ook graag zien dat wij hier in Hardenberg goed zien en goed weten hoe groot de wachtlijsten zijn. Tweede punt van zorg is de relatie met de eerste lijnsaanbieders. Tijdens de presentatie bleek ook dat er nog niet altijd met alle organisaties en bijvoorbeeld huisartsen, et cetera, informatie uitgewisseld wordt. Voor zover mogelijk, want de privacywetgeving geeft daar ook grenzen aan. Maar dat betekent dat we ook sommige problemen of probleemgezinnen of probleemgevallen niet in zicht hebben. En ik denk dat het wel belangrijk is dat er ingezet wordt op de relatie met de andere aanbieders. Dan hebben we het over de complexe jeugdzorg. In hoeverre is men al zover binnen de sociale teams dat er in de gezinnen daadwerkelijk één regievoerder is? En dat dan ook vanuit die gedachte het kind centraal staat en van daaruit gekeken wordt naar de andere problematiek. Er wordt gezegd dat er inspanningen tijdens de onderhandelingen verricht worden om couleur locale toe te voegen. Nou, mijn vraag is dan welke inspanningen worden gedaan en wat is het beoogde doel? En tenslotte sluiten we ons aan bij de zorg dat innovatieve initiatieven nu op dit moment en wanneer we het beleid voortzetten ook in 2017 te weinig ruimte krijgen. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Hansen. Ga ik naar de fractie van Koers. De heer Botten. Voorzitter, we zijn blij, ongekend blij dat u aan ons denkt, maar we hebben geen vragen. Excuus, dan heb ik dat verkeerd gezien. Ga ik naar de fractie van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Het stuk is helder, de evaluatie is ook helder, geeft de knelpunten duidelijk aan. In onze visie lijkt het bijna een hamerstuk, want het belangrijkste moet eigenlijk nog besloten worden en dat komt pas aan het eind van het jaar. En het belangrijkste van alles is inderdaad, staan we niet met de knijpende budgetten de transformatie in de weg? En wat verwachten wij van de zorgaanbieders en hoe kunnen wij, of hoe kan de gemeente, de portefeuillehouder, de zorgaanbieders helpen en stimuleren om te transformeren? Transformeren is in feite ook een bezuinigingsslag. Maar we hebben al te maken met de genoemde wachtlijsten. En hoe gaan we ervoor zorgen dat er echt niemand tussen de wal en het schip valt? En dat is voor ons het grootste knelpunt. Tot zo. Dank u wel, mevrouw van Veldhuizen. Dan ga ik als laatst toch nog melden op de valreep de heer Wilds. Dank u wel, voorzitter. Ik had nog wel een paar vragen. De ChristenUnie begrijpt dat in de volgende raadsvergadering die instemming moet komen over de regionale samenwerking en voor een contractmanagement voor de duur van 1 jaar. Maar ik besef eigenlijk alleen een keuzemogelijkheid tussen ja of ja, omdat de zorgcontinuïteit en de contracten moeten doorlopen. De ChristenUnie ziet een behoorlijk gedegen evaluatie van de gemeenschappelijke regeling en de uitvoeringsorganisatie. Maar ik heb nog wel een achttal vragen aan de vervangende portefeuillehouder. Allereerst over de toegang. In paragraaf 2.1 derde alinea staat dat het leveren van lokaal maatwerk soms een probleem is, omdat de uitvoering het gevoel heeft
dat zij lokaal niet flexibel kunnen zijn richting gezinnen en de lokale innovatieve oplossingen belemmert. En mijn vraag is dan ook graag een toelichting van de portefeuillehouder of dat ook voor Hardenberg geldt. Tweede vraag, hoe beoordeelt de portefeuillehouder de conclusies en de aanbevelingen van het BMC? En welke top 3 van aanpak zou u voorstaan? Derde vraag, hoe beoordeelt de PFH de scenario en varianten die erin staan voor de toekomst? De vierde vraag, op bladzijde 2 van het raadsvoorstel eerste alinea in het visietraject staan 3 vragen centraal. En dan onder punt A, welke taken willen we in periode 2017-2020 gezamenlijk uitvoeren? Onder andere aan inkoop en contractmanagement. Dat slaat dus op de gehele periode waaronder 2017. Andere fracties hebben hier ook al wat over gevraagd, maar ik wil toch even duidelijk van u horen dat dit raadsvoorstel richt zich namelijk op het geven van goedkeuring voor inkoop en contractmanagement voor alleen 2017. En in de paragraaf over de risico's wordt gezegd dat de keuzes vanaf 2017 worden geëffectueerd. Het lijkt er nu op dat de inkoop en contractmanagement in 2017 dubbel worden behandeld. Of wordt bedoeld dat de keuzes na 2017 geëffectueerd worden? Kan de portefeuillehouder duidelijkheid geven hoe we die effectuering van de inkoop- en contractmanagement nu moeten zien? Dan over de bestuurlijke aansturing. Het bestuur van de BVO wordt gevormd door dezelfde portefeuillehouders jeugdhulp als waarmee regionaal overleg plaatsvindt. Hierdoor lopen de operationele en strategische discussies door elkaar. Dit creëert onduidelijkheid en zorgt voor onheldere kaders. Hoe denkt de portefeuillehouder hier verandering te brengen? En ziet hij mogelijkheid om gebruik te maken van bijvoorbeeld een deskundig raadslid in een dergelijke discussie? Over verevening. Er is een samenwerkingsstructuur met vereveningsafspraken. Dit heeft alles te maken met governance en solidariteit tussen de 11 gemeenten. Maar de vraag is hoe we een betere vereveningssystematiek kunnen krijgen. Zonder dat we ons met elkaar als gemeenten met elkaars interne zaken gaan bemoeien. In zaken het lokale beleid. Mijn vraag is dan ook, in welke richting denkt u over een betere vereveningssystematiek? En bijvoorbeeld het loslaten van de 85-50-15% afspraak. Over ICT. Er zijn volgens mij 3 verschillende ICT-systemen in de 11 gemeenten. Om en Hardenberg hebben ook een ander systeem. Sommige gemeenten willen zelf een facturatie, administratie en monitoring gaan doen. De vraag is, wat levert het ons op en wat kost het ons als de BOH dit zelf gaat doen? En dan de laatste, gezamenlijke regionale visie ontwikkelen. Op de laatste pagina van de evaluatie, een vooruitblik, is een vooruitblik geschetst. Citaat. Er zal eerst een gezamenlijke regionale visie op de transformatie van de jeugdhulp worden ontwikkeld. En mijn vraag is dan, kan de portefeuillehouder aangeven hoe de raad hierin wordt betrokken? En kan hij zorg dragen dat iedere raadsfractie betrokken wordt in de zogenaamde brede conferentie? Dat was het. Dank u wel, heer Wilts. Ik kijk naar de waarnemend portefeuillehouder, of die al zover is, of dat hij nog even tijd nodig heeft. Is bijna in aantocht, hoor ik. Dank u, meneer de voorzitter. Ja, voor u ligt het voorstel om de zorg te continueren. Dat is wat mevrouw Kloek al zo nadrukkelijk zei. Om ook met name rust en continuïteit te houden, juist voor de mensen om wie het gaat. De jongeren, de jeugd. Volgens mij is dat het belangrijkste uitgangspunt bij het besluit wat voor ligt. En natuurlijk begrijp ik ook wel dat u nog heel veel vragen heeft. En dat die vragen misschien ook wel gevoed worden door de evaluatie die u erbij heeft gezien. Wel een evaluatie van januari natuurlijk. Hè. Dat ging met name over de ontwikkeling van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Waarin nadrukkelijk ook staat dat er als het gaat om facturering, monitoring en het verdelen van het werk, dat er goede stappen zijn gezet. Maar dat er nog een geweldig grote opgave voor ons ligt. Want u heeft met z'n allen terecht gezegd, we hebben de transitie nu gehad.
hebben de zaken goed in beeld. Maar nu komt de transformatie. En hoe gaan we met elkaar, gemeente en zorgpartijen, die transformatie in? En dat wordt een heel spannend traject, denk ik, ook naar het komende jaar toe en naar dit jaar toe. Want u heeft ook kunnen lezen uit het document zelf, dat we in september, oktober gaan met die regionale visietraject. En al die aspecten van wat is de taak van een BVO als het gaat om bedrijfsvoering. Wat spreken we af rondom de verevening? Dat is de tweede zaak waar u een aantal vragen over heeft gesteld. En met name ook de transformatie. Wat gaan we daaraan doen? En bieden we gemeenten ook afzonderlijk de ruimte om bijvoorbeeld ook lokaal, met de lokale kleur iets te kunnen gaan doen? Bijvoorbeeld door middel van een pilot. Dat is een onderwerp van gesprek wat met de gemeenten nu ook wordt gevoerd. Die in de 11 gemeenten in dit geval die deel uitmaken van een BVO. Want die behoefte wordt op meerdere plekken ook wel gevoerd. Maar je moet ook oppassen dat je dingen niet allemaal nu sterk met elkaar gaat vermengen. Eerst hebben wij ook gezegd, moet die basis gewoon goed op orde zijn. De basis moet op orde zijn, voordat je die tweede stap ook goed kunt gaan zetten. Ik ga, als met u goed vinden, de voorzitter, in op de vragen die zijn gesteld, voor zover ik ze kan beantwoorden. Er zijn nog soms wat inhoudelijke detailvragen. Dus dan gaan we kijken of ik die kan beantwoorden, en anders kom ik daar schriftelijk op terug. En aanloop naar 2 weken. Zorgcontinuïteit, mevrouw Kloekas heeft het gezegd. Consequenties van of als een van de 11 gemeenten niet instemt. Nou, wij hebben niet, vanuit de contacten die we heel veel hebben met de 11 gemeenten, het gevoel dat men deze lijn niet onderschrijft. Omdat de behoefte er is om met elkaar die regionale visie nu vast te gaan stellen. Op basis ook van de ervaring die we nu de eerste 1,5 jaar met elkaar hebben opgedaan. Maar laten we wel helder zijn. We zijn nog niet zo lang onderweg met elkaar. Hè? Dus het is een geweldige transformatie geweest, die overgang van de jeugdzorg. Maar dat vraagt ook wel om een goede basisvorming. En tegelijkertijd moet je ook met elkaar gaan kijken van hoe gaan we dan die transitie in. Dus er is bij ons geen enkel signaal dat een gemeente dreigt af te haken of misschien wel naar een andere regio wil. Iedereen heeft volgens mij dit bestuurlijk al onderschreven zonder een handtekening, dat er komt nog. Visietraject, 3e kwartaal, u wordt er allemaal nadrukkelijk bij betrokken. Want volgens mij hebben we ook gezegd, we willen het veld, maatschappelijke organisaties, de gebruikers van de jeugdhulp, de voorzieningen, maar ook de raden daarin betrekken. En ik heb begrepen vanuit ambtelijke ondersteuning dat er ook een uitnodiging binnenkort komt om daar met elkaar ook over van gedachten te wisselen. Dus u wordt echt betrokken bij die visieontwikkeling. En in het huidige inkoopbeleid, ja, daar zit die transformatie nog niet echt ingebakken. Dat klopt. We hebben natuurlijk eerste 1,5 jaar zijn we heel druk bezig geweest met de transitie, de boel op orde brengen. En we hebben wel gezegd, in die regionale visie die komt, daar moet het aspect transformatie heel nadrukkelijk worden vormgegeven. En dan is het natuurlijk de uitdaging om te kijken of je met minder geld, hè, want dat heb ik ook gehoord bij een van u, meer zou kunnen gaan doen. Dat is natuurlijk de opgave. Zijn we in staat door slimmer te werken, slimmer te verbinden, te samenwerken, organisaties te verbinden, om met minder geld meer resultaat te halen? En dan is natuurlijk de vraag, zoals mevrouw Kloekers die ook stelde, van ben je er in staat om ook bijvoorbeeld via zelfbekostiging slimmere resultaten te bereiken? Nou, dat zal moeten blijken als we met elkaar eens worden bijvoorbeeld over lokale pilots die we willen gaan starten. Maar dat is een onderwerp van gesprek wat nog komt in de BVO. Mag ik even vragen? Mevrouw Kloekers, ja. Vraag. Begrijp ik nou goed van de portefeuillehouder dat er geen mogelijkheden zijn om in 2017 die financiering voor vernieuwende activiteiten en maatwerkoplossingen in te bedden in de inkoop zoals die nu gaande is? Nee, dan zou dat moeten via die pilots? Nee, we hebben en de pilot en in de aanloop naar de regionale visievorming voor 2017 willen we natuurlijk die transformatie inbedden. Dus daar komt ook ruimte voor. Dus het is en. Maar we hebben ook gezegd, we willen eigenlijk niet wachten tot 2017. Maar we willen, als het kan, en als daar de partijen mee instemmen, met gemeenten, ook in 2016 al een voorschot daarop nemen. En die behoeften worden ook op meer plekken gedeeld. Uw vraag nog ten aanzien van het bezwaar. Dat heb ik begrepen. Nou, ik weet dat er namens 11 gemeenten, alle 11 gemeenten van de regio IJsland, richting VWS, de transitieautoriteit, aangegeven is dat er te weinig budget is voor de jeugdhulp.
En die zijn natuurlijk vastgesteld op basis van de jaren 2011 en 12. En wij zijn gegroeid, hè, dat is ook helder. Er is vervolgens ook vanuit VWS en vanuit de taskforce gezegd dat er een onderzoek zal worden gestart om dat goed in beeld te krijgen, om te bepalen of wij dus echt voor de jeugdzorg een groeiregio zijn. Nou, wij zijn in afwachting, we verwachten eigenlijk elke week nu het rapport, wat het zou moeten blijken of we een groeiregio zijn. En als dan ook kunnen zeggen van, hey, wacht even, we hebben meer budget nodig. Dat onderzoek is dus ook al geweest? Het onderzoek is in de afronding, hebben wij begrepen. Ja. En zal, wij hopen en verwachten, nog voor de zomervakantie naar ons toe komen. En dat wordt ook gedeeld met de raad? Uiteraard. Ik ga door met de vragen, meneer de voorzitter. Meneer Reiling, de effect op de transformatie, nou, volgens mij heb ik al daar iets over gezegd. Uiteindelijk is natuurlijk het doel om met minder geld, minder kosten, minder uitgaven, meer effect te bereiken. En dat zal ook in die transformatie, en of het nou een pilot is of we nemen dat op in een regulier beleid, natuurlijk steeds het uitgangspunt zijn. En natuurlijk, als u zegt, we willen ook een financiële check doen via de accountantsverslag en met straks ook bij de jaarrekening 2016, daar zullen we ook zeker op hameren richting onze zorgaanbieders. Dus dat is wel een ander aspect wat wij natuurlijk zeker meenemen om ook financieel de verantwoording goed te kunnen afleggen. Want het gaat nu een keer ook in dit segment om heel veel geld. Laten we daar ook maar heel helder in zijn. De wachtlijst. Ja, wij zijn ook voortdurend met de discussie rondom wachtlijsten bezig. En we hebben ook gezegd, we willen ook in de regio kijken hoe we dat in 2017, in ieder geval in 2017, goed kunnen gaan aanpakken en kunnen gaan oplossen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat kinderen, jongeren, heel lang verstoken blijven van hulp. Omdat je afspraken met elkaar maakt, waardoor de ene partij zegt van ik kan wel, maar de andere zegt van ja, ik kan niet of ik wil niet. Dat is wel een onderwerp wat wij voortdurend bespreken, ook bij de inkoop voor 2017, laat het ook helder zijn. En daarom ook het voorstel om dat nu in overleg te komen tot goede contracten, met name met ten opzichte van dit punt. En mevrouw Hansen, als u zegt, ja, goed inzicht. We hebben, heb ik ook begrepen, regionaal in ieder geval ook goed inzicht in de wachtlijst. En nu ziet het dus ook lokaal. Dus we hebben er alle belang bij dat we alle kinderen in beeld hebben. De relatie met de eerste lijn, is terecht dat u daarop wijst. Maar volgens mij hebben we vanaf moment nul voortdurend geïnvesteerd in die eerste lijn. Er zijn afspraken gemaakt met huisartsen. En volgens mij hebben we met heel veel huisartsen, zo niet de meeste, ook afspraken gemaakt, ook in georganiseerd verband, om ervoor te zorgen dat we elkaar heel snel kunnen vinden. Want u weet, net zo goed als ik, dat ook huisartsen en medisch specialisten zelf kunnen verwijzen. En dan is het wel goed dat je dat van elkaar weet. Dus volgens mij is ook via onder andere de lijn van Vitaal Vechdal, dat is niet onbelangrijk in dit verhaal, geïnvesteerd in de relatie tussen de eerste en tweede lijn zorg. Uw vraag naar de regievoerder. Nou, wat ik begrepen heb is dat er altijd één regievoerder is. Het kan best zijn dat collega's in een gebiedsteam worden geconsulteerd. Om voor bepaald kennis op deskundigheidsniveau. Maar er is altijd sprake van één regievoerder. Ook naar juist het gezin toe. Mag ik, meneer de voorzitter? Het tweede deel van mijn vraag was of het kind met name centraal stond in dit verhaal. Nou, ik zou zeggen, het is bijna een retorische vraag, maar ik zou zeggen ja dus in dit geval. Want dat is natuurlijk altijd het uitgangspunt. Maar ook het gezin eromheen. Laten we ook maar even helder zijn. Dan moet het kind ook plaatsen in het context van een huishouden en in de context van opvoeding. Kleur lokaal, daar heb ik volgens mij al iets van gezegd. Dat is onderwerp van gesprekken met de andere partijen om in 2016 daar ook alvast een stap mee te maken. Mevrouw van Veldhuizen. Zit geld in de weg, heeft u ook nadrukkelijk gezegd, voor wat betreft die transformatie. Nou, dat moet niet het uitgangspunt zijn, ook niet bij de inkoop 2017, want dan willen we dat juist ook een plek geven. En nogmaals, ook in de pilots die we wellicht ook al dit jaar gaan starten, mag dat geen belemmering zijn. Dus we zullen ook onze zorgpartijen uitdagen om daar ook in maximaal te participeren, om ons ook te verrassen met juist die preventieve aanpak die ze voorstaan. En wij stimuleren dus maximaal, dat was ook uw vraag, die transformatie. En dat is hetzelfde wat we eigenlijk ook doen
bij het sociaal contracteren, hè, of bij het, zoals we dat hebben gedaan met de zorg rondom WMO, dat we juist tegen partijen zeggen van, wat heb je nou nodig voor die transformatie? Want het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want heel veel partijen hebben nog het gevoel dat ze in een soort systeemklem zitten. En we hebben natuurlijk een ongelooflijk ingewikkeld land. Als je kijkt naar de systemen, zeker op het terrein van zorg. En het belangrijkste is dat je je daar bovenuit durft te stijgen. En durft te zeggen van, oké, we gaan het nou eens een keer heel erg anders doen. Waarbij we ons organisatiebelang niet voorop stellen. Meneer Wilts, u heeft diverse vragen gesteld. Ik ga proberen ze te beantwoorden. En als dat niet lukt, dan kom ik daarop terug. Maar er waren soms wat technisch van aard. Zorgcontinuïteit heb ik... Dat is inderdaad, wij vragen ja, ja. Zo zou het misschien kunnen voelen. Want het belangrijkste is dat we zeggen, zorgcontinuïteit staat voor ons voorop. Eigenlijk een andere antwoord is er niet. En volgens mij, gelet op de gevoelens die ik proef bij u en bij uw raad, en ook naar aanleiding van de discussie die we vorige week hebben gehad in de raad, bij de informatiebijeenkomst, heb ik niet het gevoel dat u daar tegen bent. Ik kan maar zo stellen. En de evaluatie, die zult u nog tegemoet zien. Kijk, de evaluatie die erbij zat, die was heel erg gericht op de organisatie, zoals die fungeerde in 2015. Daar hebben we natuurlijk inmiddels ook wat stappen gemaakt. We zijn een half jaar verder. En heel belangrijk is, waar gaan we in 2017 naartoe? En dan komt dus een visie uit die een horizon heeft van 2020. Dat is een heel belangrijk moment. Want dan hebben we ook, volgens mij, goed in beeld waar we staan. Lokaal maatwerk, nou volgens mij heb ik net al beantwoord, dat was uw vraag ook, in hoeverre wij lokaal maatwerk willen inzetten. Dat is elk keer ook een onderwerp van discussie binnen de 11 gemeenten. Daarom ook het voorbeeld van de pilot die ik net noemde. Ja, de conclusie van het BMC-rapport, het gaat heel erg nogmaals over de bedrijfsvoering, is natuurlijk dat je, ik heb niet direct een top 3, maar wat ik daar wel in belangrijk vind is dat je goede afspraken maakt over rollen en posities. Wie is nu waarvoor verantwoordelijk? Wie voert nou wie zijn de programmamanagers? En wat is de rol van de bestuurder in dit verhaal? En dat mag nooit tot gevolg hebben dat de uitvoering niet weet waar ze aan toe is. Dus we hebben ook gezegd, dat moet nog misschien wel een standje scherper. Want iedereen stort zich met volle overgave en enthousiasme op het onderwerp, omdat men er zich heel betrokken bij voelt. Maar voor de uitvoering is het essentieel om te weten van, wie is mijn opdrachtgever en wat wordt er van mij verwacht? Voor mij was dat een van de belangrijkste dingen die uit het rapport ook naar voren kwam. En ook de transformatieagenda. Tuurlijk, die komt ook terug. Welke taken periode 2017-20? Nou, volgens mij komt in de overeenkomst over te staan wat we gaan doen rondom verevening. Dus de bekende trits die u ook in dit stuk ziet, die komen terug in de evaluatie. Dus organisatievorm, verevening, maar ook met name transformatie. En zijn we in staat, want dat is de vierde dan, om een meer lokale inkleuring te geven voor dit beleid. Dus gepast, hè, en afgemeten aan de doelstellingen die lokaal gelden. Dus lokaal lokeur. Risico's. Ja, de cursus worden na, uw vraag was volgens mij, worden ze na 2017 geëffectueerd? Ja, dat is zo, dat klopt. Dus dat speelt vanaf na 2017 worden die geëffectueerd. Voorzitter, even een vraag. In welke gang? In 2017 zegt u wordt geëffectueerd, maar betekent nu dat we de contracten al afsluiten voordat wij straks de visie neerleggen? Nee hoor, want wij gaan nu wel een aanloop nemen naar die 2017 contracten toe. En dan zal ook onder andere, want het zou wel raar zijn als we in september met elkaar komen tot de regionale visie. En in juni juli zouden de contracten klaar zijn. Dan hebben we volgens mij het niet goed gedaan. Dus het is inderdaad zo dat de regionale visie uiteindelijk ook gevolgen heeft voor het contract 2017. Maar transformatie daarin is natuurlijk niet een kwestie van een half jaartje. Dat is een periode van 2 tot 3 jaar. En de aansturing, en uw vraag was volgens mij, als ik het heb goed begrepen, hoe denkt de portefeuillehouder te verantwoorden, de veranderingen te verantwoorden? En misschien kunt u die vraag nog eens even stellen, want ik begreep niet zo goed wat u nou eigenlijk bedoelde.
Voorzitter, ik heb gezegd dat strategische en operationele discussies door elkaar lopen, omdat de wethouders van de 11 gemeenten in beide trajecten zitten. En mijn vraag was dan ook of het niet verstandig is om dat te scheiden en misschien eventueel een deskundig raadslid daarbij in te betrekken in plaats van bijvoorbeeld de wethouder. Nou, ik denk dat, volgens mij heb ik net al een opmerking gemaakt over het rapport van de BMC, want daar kwam er ook nadrukkelijk in terug, dat we dus helder moeten zijn over operatie en strategie en wie daarin aan zet is. Kijk, aan wie en wat je daarbij nodig hebt, dat lijkt me helder. Ik weet niet, en dat is een vraag die u volgens mij zelf zou moeten beantwoorden, of u daar als raadslid een positie in zou moeten willen hebben. Want u stuurt op kaders, volgens mij, en niet op de inhoud. Dus ik zou daar heel voorzichtig mee willen omgaan, los van het feit dat u de kans krijgt om straks mee te denken over die regionale visie. Want dan komen bijeenkomsten voor. Maar ik zou voorzichtig zijn met een vooruitgeschoven positie, omdat u zich dan volgens mij in een rolconflict komt, maar dat laat ik ook graag bij uzelf. Verevening. Ik heb begrepen, verevening is volgend jaar niet meer aan de orde, heb ik gehoord. Dus er komt een andere systematiek voor aan de orde. En daar wordt ook nu aan gewerkt in het licht van de regionale visie die met u samen wordt uitgewerkt en met name met zorgpartijen en maatschappelijke organisaties. Dus of er een betere systematiek uitvolgt, ja, wij streven altijd naar een betere systematiek die past zeg maar bij de opgave die voor ons ligt. Want uiteindelijk is het nog steeds de opgave die bepaalt welke vorm en inhoud we daaraan koppelen. En als het beter kan en effectiever kan, zullen we dat doen. Tenslotte, de ICT, drie systemen, wat levert het op bij zelf doen? Ja, dat is een vraag die ik zou moeten doen, die zullen we moeten onderzoeken. Dat kan ik niet zo beantwoorden, meneer de voorzitter. Misschien wordt het ook meegenomen. Ik geef in ieder geval de vraag terug ook naar mijn ambtelijk adviseur, om die vraag in ieder geval mee te nemen bij de evaluatie zelf. Want als het wel kan en het is goedkoper, ja, dan is het wel een optie om het te onderzoeken, lijkt me. Maar onderschat niet het ICT-systeem wat daarvoor nodig is. Mevrouw Klokhorst, u heeft nog een vraag. Ja, ik heb eigenlijk een verhelderende vraag. Heb ik nou goed begrepen dat de wethouder zei, nu wordt de inkoopprocedure gestart, hè, voor het contractmanagement en de inkoop voor 2017. Daar wordt de raad gevraagd daar nu toestemming voor te geven, zonder kaders. Dus we kunnen daarin ook niet kaderstellend zijn. Maar ik hoor u ook zeggen van, er worden nog geen contracten afgesloten totdat het visiestuk er is. En dat zorgt even bij mij voor verwarring. Nou, we hebben beoogd met de inkoop 2017 dat we die continuïteit willen waarborgen. Dat is helder. En we hebben ook gezegd dat nu tegelijkertijd de regionale visietraject gaat plaatsvinden. En daarin willen we natuurlijk meenemen wat de ervaringen zijn en de veranderingen zijn die we gewenst willen vinden, ook al voor 2017. We proberen wel dat op elkaar te laten aansluiten. Maar het belangrijkste besluit wat u nu neemt is de zorgcontinuïteit. Voorzitter. Meneer Reiling. Ja, ik kan me voorstellen dat de plaatsvervangend wethouder hier een beetje staat van, ja, wat moet ik nu zeggen, maar als je nu, daar heeft u meer voor geleerd dan ik waarschijnlijk. Maar als we nu de inkoop vaststellen, dan hebt u toch niet de illusie dat als we in september nog de spelregels gaan aanpassen, dat dan de zorgverleners dat nog kunnen meenemen. Want dan hebben we de verkeerde datum gekozen. Nou ja, goed. Ik heb ook gezegd, zorgcontinuïteit staat voorop. En ik zeg ook niet dat met de contracten van 2007 de hele wereld in één keer op de kop staat of verandert. Maar natuurlijk zullen we wel, als het kan, de ervaringen vanuit de evaluatie betrekken nog bij contracten 2017. Dat lijkt mij een logisch verhaal. Nogmaals, ik wil ook heel helder zijn. Ik verwacht niet dat in 2017, en daarom hebben we ook voor een jaar vastgesteld, contracten, dat die continuïteit als basis voorop staat. Voorzitter, toch nog even een vraag hierover. Er zijn ongeveer 270 zorginstellingen, of hoe noem je het? Zorgaanbieders. Ik hoorde pas hier in de vorige vergadering dat er nog een stuk of 9 moesten worden ondertekend. Geldt dit nu voor dit jaar, of voor afgelopen jaar, of tot en met 2017? Die vraag laat ik zo even beantwoorden door mijn collega.
Alleen voor 2017? 2017. Ja, dus ze liggen dan blijkbaar al vast. Nee. Dus de terechte vraag van... Nee, het ligt nog niet vast. Het ligt nog niet vast. Maar misschien kunnen wij u er wat meer duidelijkheid over geven in aanloop naar 2 weken, waar het dan precies nu staat. Laten we dat maar afspreken. Gezamenlijke regionale visie, transformatie, hoe de raad betrekken. Nou, volgens mij heb ik al gezegd dat de raad betrokken wordt. U krijgt een uitnodiging om met ons te oriënteren en te discussiëren over de visie voor 2017, 18, 19 en 20. Volgens mij had u nog 1 vraag over scenario's, maar ik weet niet wat u daar precies mee bedoelde. Die vraag was, hoe beoordeelt u de scenario's voor de toekomst? Dus er worden in het rapport worden 3 scenario's of 4 scenario's genoemd of varianten. En zegt u bijvoorbeeld, ja, de BVO wordt straks gewoon een administratieve organisatie. Dat is 1 van de varianten. Maar hoe beoordeelt u die varianten op dit moment? Ik heb volgens mij net al in mijn eerste beantwoording aangegeven dat altijd de vorm en inhoud van het voertuig, zeg maar, leidend of volgend is. Leidend is natuurlijk de opgave die we met elkaar hebben. Dus we kijken ook nog wel een keer heel erg goed naar de wijze waarop de bedrijfsvoeringsorganisatie nu staat. En of dat het middel is, zeg maar, om ook straks na 2017, 18 daarmee verder te gaan. Dus volgens mij is het kritisch kijken naar de organisatiekant, de bedrijfsvoeringskant, tegelijkertijd de transformatie daarin te betrekken en dan te zien, welke organisatie heb ik daarvoor nodig, gelet op de regionale opgaven die we hebben en de lokale inkleuring. Voorzitter. Dank u wel, meneer De Vent. Dan kijk ik rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Mevrouw Kloekhorst, de heer Reiling en de heer Wilts. Dan ga ik beginnen met mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. In 2018 moet de nieuwe verordening jeugdhulp ingaan. En ik denk dat jeugdzorg de gemeenedeler is voor alle gemeenteraden. Onze fractie ziet het als een stip op de horizon om met de 11 gemeenten naar een gezamenlijke inkoopvisie toe te werken. Dit betekent dat de inhoudelijke kaders en richtlijnen duidelijk moeten worden. Tevens is hiervoor een meerjarenperspectief op de transformatie met een gezamenlijk gedragen regionale transitieagenda voor nodig. Nu is het moment voor onze raad om na te denken over de volgende zaken. Wat is de rol van de gemeenteraad hierin? Op welk moment en waar zit de ruimte om politieke keuzes te maken? Hoe komen we als gemeenteraad meer aan de voorkant van processen ten aanzien van de regionale samenwerking? En hoe kunnen we komen tot een regionale afstemming tussen de 11 gemeenten en 11 gemeenteraden? Om te voorkomen dat de zorgcontinuïteit in het geding komt, maar wel recht doet aan de verschillen in de lokale visie en uitvoering van de jeugdhulp. Wij willen hier eigenlijk zo spoedig mogelijk met elkaar over in gesprek gaan en horen graag hoe de andere fracties hierover denken. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Dat is vragen aan u allen. Meneer Reiling, u wilt daarop reageren? Ja, volgens mij het vraagstuk wat nu voor ligt, dat is de inkoop. Om de zorg te garanderen. En ik denk dat als je de agenda van september bekijkt, dat daar voldoende mogelijkheden zijn om de rol die we als gemeenteraad en als onderdeel van de 11 gemeentes, hoe we die willen gaan invullen en hoe we maatwerk voor onze eigen gemeente willen gaan doen. Dus laten we ons nu concentreren over hoe we die inkoop willen vormgeven. En een aantal dingen. En dan ga ik direct al voor de tweede ronde. Ik zou een aantal... wensen, eigenlijk eisen aan de wethouder mee willen geven. Het is met name de problematiek met de wachtlijsten. Kun je nu aan de voorkant met de zorgaanbieders, als je nu gaat inkopen, kun je aan de voorkant dicht timmeren. Dus dat zou ik doen. En de aanbieders die vragen om een meerjarenperspectief. Dat vind ik prima, maar dan zou ik ook nu in die aanbieding van die aanbieders willen vragen hoe zij de transformatie willen inzien. Dan bied je ook de mogelijkheid dat zij ook een doorkijk in de toekomst kunnen maken. En anders is het, en dat kan ik me van de zorgaanbieders heel goed voorstellen, heb je een contract voor 2017, maar dan kan 2018 op nul uitkomen. Dus ik zou eigenlijk de zorgaanbieders dan ook nu willen uitdagen om alvast een doorkijkje te geven in die transformatie. Ik wil er nog even op reageren. We hoeven niet meteen vanavond in gesprek op deze week, maar in de... 2018 staat er ook weer een nieuwe verordening jeugdhulp op het programma. En
Ik denk dat het heel belangrijk is dat je als gemeenteraad ook nadenkt over, hey, op welke manier gaan wij hier als gemeenteraad mee om? Zijn nieuwe taken, gemeenschappelijke regelingen, overstijgend aan onze eigen huis? Hoe kunnen we nou voorkomen dat je op een gegeven moment op een punt komt, hè, de eerste vraag die ik stelde aan de portefeuillehouder, wat gebeurt er als er één gemeente op een gegeven moment de kont in de krib gooit en zegt van jongens, ik doe het niet. Wat zijn dan de consequenties en hoe kun je nou aan de voorkant zorgen dat je een aantal zaken op orde hebt? En daar hebben we nog, denk ik, tot 2018 om daar eens over na te denken. Dank u wel. Dan kijk ik nog even rond of er nog meer reacties zijn op uw eerste vraag, mevrouw Kloekhorst. Constateer ik van niet. Dan ga ik naar de heer Wilts. Ja, als ik de vervangende portefeuillehouder goed begrijp, dan merk ik uit de antwoorden op mijn vragen dat er eigenlijk geen visie wordt meegedeeld naar ons toe. Maar dat we moeten afwachten, in september verwacht ik dan, dat de visie er ligt. Of dat die met ons besproken wordt. Maar ik wil toch graag horen dat we goed en op tijd betrokken worden bij die visievorming. Ik weet dat er al wat vergaderingen zijn. Maar ik begrijp ook dat de portefeuillehouder daar nog geen duidelijke mening daarover hier op tafel legt. Is dat juist? Goed, dank u wel. Volgens mij op dit moment heel veel meningen en suggesties die aangedragen worden. En een vraag die volgens mij ook al beantwoord is. Ik kijk ook even naar de portefeuillehouder of die nog wenst te reageren. En een korte toelichting nog even ook nog op de vraag van de heer Wilts. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nog even op de opmerking van de heer Reiling, denk ik goed om even te anticiperen. Wachtlijstproblematiek is al voortdurend het onderwerp van gesprek, dus dat komt ook zeker terug. En meerjarenperspectief, ik vind het mooi dat u de uitdaging ook neerlegt bij de zorgaanbieders, want volgens mij heb ik in mijn eerste ronde ook directelijk gezegd dat we juist die zorgaanbieders ook bij die contactering willen laten komen met die vernieuwing waar we zo naast naar op zoek zijn. Dat is volgens mij het uitgangspunt bij juist die vernieuwing voor de jeugdzorg. En daar ligt nog een geweldige kans en uitdaging. Maar dat zullen we ook nadrukkelijk meenemen in de vorm van een programma van eisen. En meneer Wils, ja, die visievorming, volgens mij heb ik nadrukkelijk ook gezegd net al dat u daarbij wordt betrokken. Er is een regionale visie, conceptvisie al in ontwikkeling, heb ik begrepen. Die komt ook al naar u toe, een soort van eerste concept. En die vormt de basis voor het gesprek wat in september gaat plaatsvinden met u en met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders. Om te kijken van, is dit nou wat wij voorstaan vanaf 2017, 18 en verder. En over de exacte invulling daar bent u zelf bij betrokken. Volgens mij een mooie toezegging, meneer Wils. Dan rest mij nog de vraag of dit door kan als hamerstuk of als bespreekstuk. Ik wil hem graag besproken hebben. Ik wil hem graag besproken hebben. Meneer Rijn, dan gaat het een bespreekstuk worden. En dan even een controlevraag. Er zijn een aantal vragen wellicht niet helemaal volledig beantwoord. Dat heeft de portefeuillehouder ook aangegeven. Er komt een latere schriftelijke reactie op. Is dat nog een mogelijkheid om die beantwoording af te wachten en op basis daarvan te besluiten of het een hamerstuk kan worden? Of wilt u hem sowieso besproken hebben? Op dit moment ga ik ervan uit dat we hem besproken willen hebben. Prima, dan gaat het een besprekingsstuk worden. Dank u wel. Goed, dan gaan we verder naar agenda punt 5. De nieuwbouw van de professor Wateringschool. Ik kijk weer rond. Wie mag ik het woord geven? CDA. Dan ga ik beginnen bij D66. Voorzitter, dank u wel. Het raadsvoorstel is om te besluiten om in te stemmen met nieuwbouw van de professor Wateringschool in plaats van het eerder geplande renovatie. En daarvoor is ook een aanvullend krediet nodig. Zo staat in het voorstel te lezen. Dit is, zo valt te lezen ook in het stuk, in overleg met Grono besproken. En vervanging blijkt beter in de zin van effectiever en efficiënter. En mijn vragen gaan eigenlijk over de IHP, waarop alles is gebaseerd en waarop we voortbouwen. Het IHP is een uitgebalanceerd plan, in samenwerking met alle betrokken scholen samengesteld.
En mijn vraag in eerste instantie is of deze partijen gekend zijn in dit nieuwe plan en hoe zij hier tegenover staan. Of dat dit een afspraak is tussen uitsluitend Groningen en de gemeente Hardenberg. En een aanvullende vraag hierop is of er ook gesproken is met Groningen over mogelijke eigen investeringen of zelfwerkzaamheid in dit plan. Wat we wel vaker zien als een plan wordt aangepast, dat dan een betrokken partij zelf ook met het een en ander komt om het te kunnen realiseren. Daar wilde ik het eerst even bij laten. Dank u wel, meneer Rodemond. Dan ga ik naar de heer Dogge. Dank u wel, voorzitter. Ja, we zetten weer een nieuwe stip op de horizon. En wel nu de professor Wateringschool. Met een voorstel wat echt maatwerk is. En ik denk ook dat dat steeds de bedoeling is geweest in de uitvoering van het IHP. En zeker maatwerk voor, zoals het ook staat, deze speciale school met een centrale functie in de regio. Wat betreft passend onderwijs. En als wij het stuk lezen, dan hadden wij toch een soort déjà vu met de fontein in Lutte als het gaat om dat maatwerk. En ook omdat daar een zin in staat, en daar willen we graag een vraag over stellen. De nieuwbouw heeft geen betrekking op de gymlokaal van de school. Het schoolbestuur zal het bestaande gymlokaal verder gaan exploiteren. En dat kennen wij ook in de fontein. En misschien dat daar de wethouder nog eens even een toelichting op kan geven of dat nog mogelijke gevolgen kan hebben voor de opzet zoals er nu gekozen wordt voor exploitatie, voor investering, mogelijke problemen met het schoolbestuur dat toch terugkomen, wat we graag dan niet weer zien net als bij de fontein. En die vraag wouden we het bij laten. Dank u wel, meneer Dogge. Dan ga ik naar de heer Reining. Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag die sluit eigenlijk een beetje aan bij mijn rechterbuurman. Er was een budget opgenomen van bijna 1,2 miljoen in het IHP voor renovatie. En nu blijkt dat dat al met 50% overschreden zou worden. Ik weet niet of de wethouder dat kan uitleggen, maar waarom we een voorstel wat nog geen jaar geleden is aangenomen nu alweer met 50% overschreden wordt. Daar wil ik graag. Dan technische vraag. Ik had een technische vraag gesteld. Daar heb ik antwoord op gekregen. Ik mag geen appels met peren vergelijken. Dat zal ik ook absoluut niet doen. Maar ik heb de VNG-norm daar wel op nageslagen. En de berekening daarop losgelaten. En dan kan mijn conclusie niet anders zijn dan dat die berekening fors overschreden wordt ten opzichte van de berekening zoals ik dan ook bij de fontein heb uitgevoerd. Het is een technische vraag, dus ik zou eigenlijk aan de wethouder willen vragen of hij mij schriftelijk zou willen beantwoorden. En de derde afsluitende vraag is... Meneer de voorzitter, mag ik even reageren? Meneer Boersma, dat mag u. Mag ik een vraag stellen, meneer Reiden? U hebt gekeken naar de normering van het basisonderwijs? Van het speciaal onderwijs. Nou, dan kom ik op andere vierkante meters dan u uitkomt. Ja, maar het zijn nu dezelfde prijzen van de fontein, hoor. Je moet het ook helemaal niet vergelijken met de fontein. Nee, maar, de Wateringschool is een hele andere school dan de fontein. Ja, maar Ik vind het jammer dat steeds, nu de derde keer in deze discussie, het over de fontein. Want die fontein hebben we afgehandeld, dat is geweest. We gaan nu over de Wateringschool praten. Een ander soort school is voor andere leerlingen. Maar we dat even naar haar houden. Daar vraag ik aandacht voor. Voorzitter, ik wil graag even toelichten. Ik heb de vergelijking gemaakt met de prijzen per om het maar even heel simpel uit te drukken. Per vierkante meter die voor een basisschool geldt. Dan kom je op een bedrag uit wat voor de fontein beschikbaar is gesteld. Ik heb diezelfde formule, maar alleen met een andere uitgangswaarde, want voor het speciaal onderwijs gelden andere vierkante meterprijzen, ook losgelaten op de professor Wateringschool. En dan kom ik op een aanzienlijk lager bedrag uit dan wat er nu gevraagd wordt. En daar wil ik graag een toelichting op. Dus ik heb mijn berekening wel goed gedaan. Prima, meneer Reiding. Ik denk dat het goed is om het hierbij te laten dat daar schriftelijk antwoord op komt. Meneer Boersma, ik denk dat u een helder statement heeft gemaakt. Dus volgens mij is dit voor nu even voldoende afgehecht. Heeft u verder nog vragen, meneer Reiding? Ja, en de derde vraag is van... de plannen moeten nog gemaakt worden. Gaan we daar iets moois van maken? Gaan we daar iets minder moois van maken? Gaan we iets voor de duurzaamheid bouwen? Gaan we iets bouwen als de Kastanjehof, wat over 100 jaar nog zijn waarde heeft? Of gaan we een ander zorgschool bouwen? Heel graag, daar ook een antwoord op. Volgens mij, voorzitter, kan de heer Reiling zelf het antwoord geven, want hij kan dan ook instemmen met het budget misschien. En de norm die nu ligt.
Volgens mij is de vraag van de heer Reiling een andere dan over budget. Gaat hij veel meer over van wat je met het budget gaat doen. Dus ik laat deze vraag toch even ter beantwoording aan de portefeuillehouder. Tot zover, meneer Reiling. Ja, dank u wel. Dan ga ik nu naar de portefeuillehouder. Nu al hoor ik. Meneer Vent, aan u het woord. Dank u, meneer de voorzitter. Professor Wateringschool, volgens mij duidelijk omschreven dat er hier sprake inderdaad is, zoals hier doorgezegd, van maatwerk. En als ik even terug ga op de vraag van de heer Reiling, ja, 50% overschrijding. Dat is ook een kwestie van vooruitkijken, vooruitdenken. Destijds hebben we gezegd verbetering van de school. En we gaan nog onderzoeken of hier sprake is van innovatie of nieuwbouw en wat dat voor consequenties heeft. Tegelijkertijd, ik denk dat dat heel belangrijk is, is ook gekeken naar de functionaliteit van de school. En als je weet dat er rondom het passend onderwijs natuurlijk allerlei ontwikkelingen zijn geweest en nog steeds gaande zijn. En je bent in staat om met nieuwbouw juist ook jongeren, kinderen een kans te geven, zeg maar, die anders naar een locatie elders moeten. Dus met andere woorden, je kunt bundelen van je expertise en deskundigheid. Dan moet je die kans pakken, vinden wij. Dus dat is een overweging geweest. En natuurlijk zijn er daarnaast andere praktische uitgangspunten geweest. Want op het moment dat je gaat renoveren, dan heb je wel een vervangende locatie nodig. Als je kijkt naar de kapitaalslast van langere en korte termijn, zie je ook een verschil. Dus wij hebben gezegd, wat ons betreft is het overtuigend om nu, nu dat mogelijk is, deze keuze te gaan maken. In het belang van de school, maar ook in het belang van de gemeente. Dat zeg ik nadrukkelijk, want dan kom ik bij de vraag van de heer Rodemond uit. Van, zijn andere scholen vanuit het IAP daarbij betrokken? Jazeker, volmondig. En gisteravond is er nog een overleg geweest weer over het IAP en is er unaniem en met enthousiasme gereageerd op het plan om dit te gaan doen. Dus het heeft ook draagvlak bij de andere scholen om juist de SBO-school hier krachtige positie te geven. De andere vragen die nog blijven liggen. Ja, de gymzaal die u nog even noemde, meneer Dogger. Het verschil alleen is volgens mij dat er hier sprake is van een bestaande gymlocatie die voor eigen rekening en voor onderhoud wordt gecontinueerd en geen nieuwe. Dus dat is ook een afspraak geweest als het gaat om wat doet de school zelf, wat is de gevraagde investering van de school zelf. Dat is wat ze zelf voor eigen kop nemen, zoals wij dat met een mooi woord zeggen. Niet meer en niet minder. En elke vergelijking met andere locaties zou hier willen, vind ik eigenlijk daarbij mank gaan, zeg ik dan maar eventjes. Want we krijgen een hele rare discussie met elkaar. En meneer Reiling, ja, u zegt die overschrijding. Ik heb net gezegd waarom we hebben gekozen voor een aanvullende investering. Omdat die meer toekomstbestendig is. Met andere woorden, een korte termijn investering is misschien aantrekkelijker financieel, maar lange termijn bespaar je meer geld. Dus het zou wel een beetje pennywise pound foolish zijn om te kiezen voor innovatie, zou ik willen zeggen. En de VNG-norm, ja, ik wil eigenlijk over die norm niet discussiëren. Want als wij gaan rekenen, en dat doen we natuurlijk niet voor het eerst vandaag, hè, met dit soort investeringen, dan doen we dat volgens bepaalde normen. En volgens de verordening nieuwbouw. Dus volgens mij is er met de hele normering niks aan de hand. Dus ik voel er eigenlijk ook niet zo voor, voorzitter, om daar nu nog een keer weer ter discussie te stellen. En volgens mij hebben we ook uw reactie in de technische beantwoording op die manier gegeven. En het plan. Meneer Reiling. Ja, maar ik heb hem gevraagd om die normering dan nog even een keer schriftelijk te doen toekomen. Het zou natuurlijk best kunnen dat ik een rekenfout heb gemaakt, maar zou u mij dat schriftelijk willen doen toekomen? Nou, als u dat graag wilt, dan wil ik u nog wel een keer de normering die wij hanteren kort en laten op papier zetten, wat mij betreft. Ja, natuurlijk, elk plan wat wij maken, een investering die wij doen, die is gebaseerd al op een aantal principes. Het geldt ook voor openbare gebouwen, geldt ook voor onderwijsinstellingen. Is natuurlijk vanuit het principe sober en doeltreffend. En natuurlijk kijk je ook daarbij naar aspecten als duurzaamheid. Laat helder zijn als je daarmee misschien aan de voorkant iets meer moet investeren om op termijn te kunnen besparen. Denk aan exploitatie. Dan is er wel een argument om daarin mee te nemen. Maar nogmaals, wel binnen de normen die ook gelden voor nieuwbouw die wij hanteren. Dus volgens mij komen die in zo'n bouwplan altijd terug. En dat past ook wel bij de duurzame gemeente Hardenberg, toch, meneer de voorzitter? Dank u wel, meneer de portefeuillehouder. Ik kijk rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Meneer Rodemond. Alleen de heer Rodemond. Meneer Rodemond, stelt u uw vraag. Dank u wel, voorzitter.
Even aanvullend op de eerdere vraag die ik heb gesteld over de samenwerking binnen het IAP en andere scholen. Ik zei al, het IAP is redelijk recent vastgesteld en nu is er een aanzienlijke wijziging. Kan de portefeuillehouder mogelijk nog eventjes aangeven voor mijn begripsvermogen waardoor nu deze aanzienlijke wijziging heeft plaatsgevonden in plaats van bij de vaststelling van dat IHP? Hadden we dit niet kunnen voorzien? En de vraag die achter deze vraag ligt is natuurlijk, kunnen we in de toekomst nog andere van deze verrassingen tegemoet zien? Dank u wel, meneer Rodemans. Ik kijk naar de portefeuillehouder. Ja, ik kan beantwoord worden. Meneer de voorzitter. We hebben destijds volgens mij de vaststelling van het IAP-plan ook nadrukkelijk de kaders vastgesteld. Wat ik ook net in het begin heb gezegd van... Daarin komt natuurlijk ook de professor Waterschool kwam er nadrukkelijk naar voren. Toen is nog gesproken vanuit de term verbetering. En uiteindelijk is na onderzoek gebleken dat dit uiteindelijk de beste oplossing is voor de toekomst. Dus de kaders worden wel vastgesteld en gezamenlijk met de scholen. Dat is nog in het overleg van gisteravond nog een keer bekrachtigd. Is gezegd van wij staan achter dit plan en binnen ons samengestelde, door ons samen vastgestelde IAP-plan. Dus volgens mij over draagvlak is geen enkele discussie. Meneer Rodemans, excuses voorzitter, dit was niet helemaal mijn vraag. Draagvlak is mij helder. Het gaat mij erom dat mogelijk de nieuwbouw al voorzien had kunnen worden bij de vaststelling van het IAP. U zegt al, we gaan toe naar verbetering. Ook in het voorstel staat dat renovatie op zich een verbetering zou effectueren, maar dat dit een nog grotere verbetering in zich heeft. Dus ja... Dan worden wij voor een keuze gesteld die mogelijk voorkomen had kunnen worden. Dan kom ik nog even terug op mijn... Volgens mij was mijn antwoord wel duidelijk, maar we hebben de kaders destijds vastgesteld vanuit het verbeteroptie. En wat die verbetering precies inhield, dat is nu daarna uitgewerkt. En dat heeft geleid tot dit voorstel. Dat ging over renovatie en nieuwbouw. En toen hebben we nog een keer de beide naast elkaar gezegd. En gezegd van nee, een lange termijn oplossing is nieuwbouw. Doen ze, meneer Rodemans. Voorzitter, zou ik de heer Rodemond nog een vraag mogen stellen? Zeker mag ik dat, meneer. Want ik begrijp een beetje uit uw vraag stellen dat u zegt van datgene wat we nu hebben besloten hier in de Raad, het IAP en ook vorig jaar zeg maar de variant verbetering, want die is er eigenlijk vorig jaar bijgekomen, dat u dus koet wilt vasthouden aan de bedragen die toen genoemd zijn. Ik heb altijd het idee gehad dat wij dus hier een soort beleidsmatig kader hebben neergelegd en samen in het IAP willen werken naar die toekomst toe. En dat we elke keer weer, wanneer er dus een volgende fase komt in de uitvoering van dat plan, willen kijken van wat is nu voor die school de beste oplossing. En dat dan de grove kaders en ook de grove inschatting van de financiën dan worden gefine-tuned. En je in dit geval komt tot de beslissing van, hey, we kunnen hier beter een nieuwe school bouwen als renovatie. Dat kan bij het volgende project weer precies andersom zijn. Je kunt toch niet vasthouden aan die algemene kaders en dat nu als een wet van mede en persen vasthouden voor deze school. En straks ook niet bij andere scholen. Het is toch juist dat maatwerk wat we zo graag willen bij elke school. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Meneer Dogger, u heeft volkomen gelijk. Alleen is dit een oriënterende ronde en ik oriënteer me op hoe dit heeft kunnen gebeuren. En daarom mijn vraag, maar uw conclusies zijn niet de mijne, dat ik koet wil vasthouden aan eerdere afspraken. Ik wil gewoon kijken hoe heeft dit kunnen gebeuren en krijgen we dit soort voorstellen nog vaker. Nou ja, uit uw reactie blijkt dat mogelijk nog vaker voorkomt en dan moeten we ons op voorbereiden dan. Om inderdaad gewoon samen met scholen, want ik merk ook dat er gewoon een breed draagvlak is onder alle scholen. Ja, dat is eigenlijk iets wat mij al groot genoegen doet, eerlijk gezegd. En op basis daarvan ben ik iets blijer met het voorstel dan als het alleen maar met Groningen was gebeurd, bijvoorbeeld. Nou, misschien kunnen we dan gezamenlijk concluderen dat dit een hamerstuk wordt. Nou, meneer Dogger, dank u wel voor de voorzit. Ik kijk rond, mag dit een hamerstuk worden? Meneer Reiling? Als de beantwoording van de wethouder afdoende is en al mijn vragen beantwoord, dan mag het wat mij betreft een hamerstuk worden. Dus het hamerstuk, en anders komt er een tegenbericht van mijn kant. Van onze kant, sorry. Dank u wel, meneer Reiling, want dat was meteen dan ook inderdaad mijn vraag geweest richting u. Kijk nog even verder rond of iemand anders nog. Niemand. Dan maken we bij deze afspraak dat de vraag naar de heer Reiling beantwoord wordt en dat de heer Reiling zo spoedig mogelijk daarop laat weten of het een hamerstuk kan worden of niet. Dank u wel.
dat voor wat dat betreft dit agendapunt. Dan zijn we aangekomen bij agendapunt 6, de rondvraag. Heeft iemand nog iets voor de rondvraag? Mevrouw Hansen. Nee, mevrouw Hansen. Mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. In de besluitenlijst van 14 juni van de oriënterende ronde staat dat de wethouder, meneer De Vent, de raad zal informeren over de gevolgenbetekenis van het inclusieverdrag van de Verenigde Naties. Daarbij heeft hij ook toegezegd een werkgroep in te stellen waarbij de participatieraad deel uit zal maken. Dit laatste staat echter niet in de genoemde besluitenlijst. En dat zou ik dan toch graag toegevoegd zien. Meneer De Vent? Meneer de voorzitter, we hebben vorige keer inderdaad over inclusiebeleid gehad. Voor mij was dat naar aanleiding van een vraag van de heer Wilds, kan ik me herinneren. En voor mij is toen ook afgesproken om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Een raadsdelegatie samen met mij als portefeuillehouder. Om ons dan te kijken van hoe gaan we zo'n bijeenkomst door de raad georganiseerd over inclusiebeleid met elkaar organiseren. Dus volgens mij is dat de afspraak geweest die we toen ook met elkaar hebben gemaakt. En dat is nog wel best wel een intensief traject. Zo heb ik hem ervaren. Dus vandaar ook. Nou, toch is de betrokkenheid van de participatieraad uitdrukkelijk benoemd tijdens die oriëntering. Nee, maar daar wordt ook de participatieraad uitdrukkelijk in betrokken. Laat het helder zijn, maar we maken eerst met elkaar een procesvoorstel. En dan kijken we ook wie we daarbij betrekken. Want het gaat over heel veel organisaties in onze samenleving. Dus ik hecht wel aan een zorgvuldig proces. Maar uiteraard, hoe zou ik het anders kunnen zeggen, met de participatieraad. Mevrouw Hansen, is deze toezegging voor u duidelijk en helder genoeg? Prima, dank u wel. Niemand anders iets voor de rondvraag hadden we al geconstateerd. Dus dan mag ik bij deze constateren dat wij erdoor zijn. En zijn we dus aangekomen bij agenda punt 7, de sluiting. Dan wil ik allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid en voor jullie bijdrage. Ik heb begrepen dat de raadsvergadering om 7 uur gaat beginnen. En tot die tijd is het even aan u wat u gaat doen. Dank u wel. Voor de helderheid, 6 uur staat er in ieder geval voor degene die er gebruik van willen maken het eten klaar. Voor dan, eet smakelijk en tot straks. We'll be right back.